Hi tweeling, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 12. En dat is van maandag 20 maart tot en met zondag 26 maart. Dan de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt de tweeling alsof deze week voor jou een week is waarbij er eigenlijk wel wat acties gepland staan, maar je deze week misschien toch liever wat bij jezelf blijft. Alsof je niet te veel eigenlijk in de actie wil gaan komen, terwijl het misschien wel gevraagd wordt, maar je hebt vooral veel behoefte om gewoon lekker thuis te zijn. Of in ieder geval bij familie te zijn, hè, bij mensen die belangrijk voor je zijn. Misschien ook wel leuk om gezellige dingen te gaan doen. Toch heb je deze week, naar mijn idee, best wel wat verplichtingen. Misschien voelt het wel heel, heel zwaar en heel lastig. Je doet het natuurlijk wel, maar je laat wel heel erg je mening ook zien. Waar je in eerste instantie misschien voor jezelf wil houden. Laat je mening zien en ben je dus ook ontzettend blij als je gewoon wel weer een stukje thuis hebt waar je echt kan doen wat je wel wil doen. En dat stukje wat af en toe dan misschien even moet, nou, je neemt het voor lief, je gaat er ook mee aan de slag. En ik heb het idee dat misschien een ander daar niet eens zoveel over hoeft te gaan merken. Het is vooral een stukje voor jezelf, wat je best wel een beetje als moeilijk kan ervaren, maar wat je eigenlijk gewoon heel erg goed afgaat. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je ervan hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.